peper, foelie, nootmuskaat. Exotische specerijen aangevoerd door de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Een kruinnagel. Het wordt echt een immense onderneming met 30.000 man in dienst. Met honderden schepen, met tientallen forten. Het is krankzinnig. Enorme winsten leverde het op. Maar wat was de prijs? Het was de gewoonte om van de vijand het hoofd mee te nemen. Terroristen. Ja. De VOC-mentaliteit van Jan Pieterszoon Koen. Globalisering en geweld in de Nederlandse 17e eeuw. Deze daden verdienen geen standbeeld. Hij heeft een massamoord gepleegd. Hij is een moordenaar. Het doel heiligt nooit de middelen. Eén moest het doen, en dat is onze Koen. Laat het beeld schitteren. Zaak Jan Pieterszoon Koen, standbeeldwaardig? Niet standbeeldwaardig. Maar is het nog steeds geen voltooid verleden tijd, die geschiedenis? Nee, zeker niet. Nee, blijkbaar niet. Want anders zou er niet die motie zijn geweest in de Hoornse gemeenteraad. Een onderwijzer, als ik het goed begrepen heb, of misschien wel een leraar geschiedenis op middelbare school, die vond dat dat beeld hier niet thuis hoort. Het standbeeld op het plein. Het standbeeld op het plein. Maar ik denk dat het heel goed is dat wij nadenken over het kolonialisme. En dan ligt het heel erg voor de hand dat de empire-beelder van Nederland, Jan Pieterszoon Koen, dat die dan aan de kaak gesteld wordt. Dat is hem, de grote empire-beelder. Ja, dit is hem. Wat was het voor een man? Ja, nou ja, kijk naar het schilderij, dan krijg je het hele cliché, komt naar voren, vastberaden, vol plichtsbetrachting, streng, volstrekt humorloos, als je het zo ziet. Oh. Maar het was wel een man uit één stuk en een formidabele organisator. Zonder hem zou die VOC, dat zou nergens op zijn uitgelopen in die beginjaren. En wat was nou zijn idee? Wat moest de VOC worden? Ja, in de 17e eeuw had men dus hele andere economische ideeën dan wij nu tegenwoordig. Het was make trade en take trade. En dus je zocht een handel op te bouwen en je nam handel van andere mensen af. En je probeerde, waar het maar enigszins mogelijk was, om een bepaald product te monopoliseren. Dat was van groot belang. Zo'n monopolie, daar mochten... Dat mocht over lijken gaan. Ja, dit is allemaal de beginperiode van de VOC geweest. Hè? Dus het is echt van dik hout zaagt men planken. Dat is geen ander woord voor mogelijk. Zijn lijfspreuk, dispareert niet. Wat zegt dat over de man? Ja, wanhoop niet. Hè? En hij heeft dus, er zijn heel veel momenten geweest in zijn leven. Toen hij daar in Indië zat, dat men echt in het nauw zat. En dat hij zei, ja, doorzetten. Hè? Niet opgeven. De VOC kreeg op 20 maart 1602 formeel toestemming van de Staten-Generaal, een octrooi, om aan de slag te gaan. Die dag wordt nog elk jaar gevierd op de Amsterdamse beurs. Want met de komst van de VOC werd ook de aandelenhandel geboren. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ja, toen de VOC dus in maart 1602 zijn octrooi gekregen had, was een van de voorwaarden dat iedereen zich in mocht schrijven. Grote man, kleine man.
als aandeelhouder, als aandeelhouder mocht hij meedoen. En dat gebeurde, zo zie je maar dat ook het boegbeeld van de Gouden Eeuw klein begon, gewoon bij een van de initiatiefnemers thuis. En stond hier een deur open, bewindhebbers erachter, met een groot boek waar mensen zich echt konden inschrijven. En dat boek is fascinerend, want daar zie je dus in wie het waren. En kijk, is dit het... Ja, ja, dat is het. Al zo mensen inschreven. Al zo tot voordringen van de compagnie. En je ziet hier dat blijkbaar de bewindhebbers, die schrijven hier allemaal voor 12.000 gulden schrijven ze in. Die hadden blijkbaar afgesproken dat ze zo zouden beginnen. En dat waren niet alleen die hele grote kooplieden, maar ook een bierbrouwer, drie bakkers en 7 predikanten. En natuurlijk, als de grote rekenmeester Bartjes, die wij misschien nog wel kennen van naam, inschreef, dan was het goed. Dus iedereen deed mee. En dat deed Bartjes? Bartjes deed mee. 1200 gulden schreef hij in, wat voor hem toch een enorm bedrag was. En dan had je de grootste, de megalomane koopman Isaac Lemaire, 85.000. Maar ook de meid van de boekhouder, Barend Lampen, die werd op het laatste moment, 12 uur 's nachts, 31 augustus, schreef hij in voor 50 gulden. Wat een verschil, hè? Dus van hoog tot laag deed je mensen mee? Ja, iedereen. Het was gewoon een uitslaande brand. Het was zo'n... Die VOC met zijn beloftes die hij al had waargemaakt in die eerste reizen... wou werkelijk iedereen natuurlijk een graantje meepikken van die winsten die er gemaakt konden worden. Het was een soort internetbubbel dat iedereen mee wil doen. Ja, iedereen wil meedoen. World Online Revisited. Het bijzondere van de VOC was dat die aandelen verhandelbaar waren. Dus als ik bijvoorbeeld een aandeel had en jij wou dat van mij kopen, dan kon dat hier gebeuren. Hier, in het hoofdkwartier van de VOC in het Oost-Indisch Huis, waar het bestuur van de VOC zetelde, de heren 17. En wat nou het bijzondere was van die aandelen, dat ze verhandelbaar waren, is dat daardoor ik als eigenaar aan jou kon verkopen. Dus ik kon mijn geld terugkrijgen, met hopelijk een beetje winst, want het bedrijf had het erg goed gedaan, dus tegen een hogere koers. Jij kon intreden, maar de heren 17 die hadden wel permanent dat vermogen tot hun beschikking. Dus die konden dan op lange termijn beleggen. En die lange termijn karakter, dat was werkelijk een economische innovatie van de eerste orde. Het is nu een collegezaal, maar daar is echt de tafel weer neergezet zoals die was. Met de schilderijen van de belangrijke bezittingen in Azië daarboven. Voor 1602 gingen er ook al vloten vanuit de Republiek naar de Oost. Wat maakt die VOC nou zo anders? Nou, wat de VOC zo anders maakte, dat ze die volmachten kregen van de Nederlandse staat, de Republiek, om niet alleen handel te voeren, maar ook forten te bouwen, oorlog te voeren en verdragen met potentaten af te sluiten. Dus het was niet meer die op- en neervarende vloten, maar men wou zich echt gaan vestigen in Azië, als was men een staat. Het was niet een compagnie van handel, maar ook een compagnie van oorlog. En dat maakte het een staat in de staat. Want forten bouwen, dat is iets wat een staat zou doen, niet een handelsonderneming. Nee. Tegenwoordig zouden we niet te moeten denken, zouden we onmiddellijk een tribunaal op ons afkregen. Maar de heren 17 die voelden dat ook zo. Die wilden dat monopolie in die specerijen bemachtigen en hadden daar alles voor over. Hier was het vertrekpunt voor de vloten van de VOC. De reede van Texel aan de beschutte waddenkant van het eiland. Daarachter ligt Amsterdam. Daar is het zeegat naar Indië. En hier lagen de schepen van de VOC, soms wel 100 of meer tegelijk. Het waren voor die tijd geen kleine schepen. Maar zet dat eens af tegen de route die ze moesten varen. Dit is Texel. Dan ging het hier langs Europa, langs Afrika. Hier nog een stukje naar het westen om de goede wind te kunnen vangen. Om Afrika heen, naar het oosten, tot kort voor de kust van wat nu Australië heet. Dan naar boven, tussen Sumatra en Java door. Hier lag het nieuwe Batavia. En dan de Specerijeneilanden. Een kleine
30.000 kilometer. Bijna letterlijk de andere kant van de wereld. Met Menno Witteveen vlieg ik naar Jakarta, het oude Batavia. Op zoek naar overblijfselen uit de VOC-tijd, de erfenis van Jan Pieterszoon Koen. 15 uur vliegen, toen 8 maanden varen. Het is bijna niet voor te stellen. En als de vloot dan eindelijk voor de reden van Batavia verscheen, een kwart van de bemanning had soms de reis niet overleefd, luidden de kerkklokken. Welkom. Wie nu Jakarta nadert vanuit zee, ziet een heel ander beeld dan het fort uit de VOC-tijd. In Indonesië is er nog een reisgenoot. Journaliste Sri Kusmiati, roepnaam Atik. Zij tolkt als het nodig is. And what is this? You can see this is bicycles. Bicycle. But they're so old-fashioned. Why the hats and the helmets and everything? Yes, this is the whole idea. Especially Indonesian tourists want to feel the old time. So nowadays, Indonesians want to go back to colonial times. Yeah, but it's only for fun. It's not to bring back the old bad feeling where, you know, the Dutch colonized Indonesia. It's more for having fun, like the bike. It's not politics anymore. It's lifestyle. Exactly. Hi. You must be Andy. Yes, of course. Good to meet you. He's the expert about this old town area. So I'm going to leave you with him, Papa. Okay. All right. Okay. Good luck. Okay. Yes. Thank you, Atik. Yes. Okay, so yeah, you're an expert on the history here. Where are you going to take me? Well, to the castle of Batavia. Okay. Okay. I'll follow you. Okay. This is the only building left from the 17th century. It was called Tokomera. And this canal was already there? Yes, already here. Now that's as Dutch as you can get, this bridge. Yes. Incredible. What is this man doing on the water? He's walking for himself and looking for something valuable to sell. Oh my God. Now that's poverty. Yes. This is only a memorial stone. This is all that we have of Jan Pieterszoon Koen. Right, right, that's right. This is a moat which surrounds the castle. This is the same canal for 400 years. Yes, the same canal. So, this big walls. The wall! Right. This is it. This is it. And this is Dutch brick? Yes. This has all been imported from the Netherlands. Right. So where are we going now? We are going in Bastion Robain. Er zitten er zelfs nog luiken in. Het is krankzinnig. Het is van ongelooflijk, een soort vreemde schoonheid. Oké, okay, we follow you. Oké. Okay. How do you feel if you stand here? Do you feel some mystical... It's so strange to think that this is the place where the Dutch rule over the East Indies started. Yes. And there's still a roof? Yes, the roof. With Dutch tiles on the roof? Dutch tiles, Dutch roof. Thank you.
En die muren zijn inmiddels volkomen overwoekerd. Die eindeloze oerwoudwortels, 10 zoveel meter. Menno, ik probeer het op een rijtje te krijgen. 1618 bestaat de VOC al 16 jaar. Koen wordt gouverneur-generaal en slaagt waar zijn voorgangers faalden. Hij sticht Batavia. Ja? Het kasteel wat er van over is, hebben we gezien. Wat waren de volgende stappen? Nou, de volgende stappen was dat Koen een man was met een missie. Hij was op pad gestuurd door de heren 17 om 3 dingen te bewerkstelligen. Eén daarvan was de vestiging van een vastpunt voor de Nederlanders, waar ze echt heren meester waren. Nou, met grof geweld was dat Batavia geworden. De andere kant moest hij natuurlijk ook zorgen dat dat de grootste handelsstad werd van Azië. Maar dat moest hij natuurlijk wel de juiste handelswaar hebben. En dat was de derde stap. Dat was dat hij de monopolie over de specerijen, de kostbare specerijen, moest veroveren. Ze hadden een paar fortjes, maar van de monopolie was nog volslagen geen sprake. Het was eigenlijk zo lekker als een matje. Ze zeiden ook dat ondanks alle kosten die ze maakten, zij de varkens scheerden en hun concurrenten de schapen. Ze verdienden eigenlijk helemaal niks. En wat had Koen dan dat hij verder kwam dan de anderen? Wat is het met die man? Hij voelde zich haast als door God gezonden. Hij was echt zo'n oud-testamentische figuur, ook in zijn taalgebruik. En hij dacht dat hij in handen van God het werk van de VOC uitvoerde. Despereert niet. Ja. Want God is met ons. Daar kan wat groots verricht worden. He? Die taal is geweldig van die man. Ja. En ook niet, maar ook als een uitspraken passen erin. He? Doe het groot of doe het niet. He? Elk zandkooltje is van goud. Tegeltjes wijsheden. Ja, maar hij leefde er wel naar. Yes, exactly. And this is his job. Let's go in Is dat Jan Pieterszoon Koen? Ja, orang Jawa mengatakan murid sangkung. Orang Jawa bilang kan orang Belanda dulu tinggi terus diberi istilah paraban. Istilah umur sangkung, iya pikun. What is specific about the way Jan Pieterszoon Koen moves? Ini seorang jenderal yang berkuasa ya jalannya seolah-olah ini seolah kan punya kekuatan, punya karakter yang tinggi. Oh, pertoman syekh. Oh, apamanya itu. Oh. Karena ini pemimpin kan harus istilahnya itu sangat indah ya kalau jalannya. Is he a hero or a villain? Bagi Indonesia dia itu dianggap jahat. Tapi kalau bagi Belanda dia itu pahlawan. Tapi di Indonesia tetap menjadi musuh atau penjahat. Gitu loh. Jadi posisinya ada dua tempat. Kalau menghadapi Sultan Agung ini di kiri. Tapi kalau ini menghadapi anak buahnya militer yang diperintah ini harus di kanan. Tidak mungkin memerintahkan dari kiri. Kamu harus siap melawan Sultan Agung. Tidak mungkin. Nah, ini harus di sini. Jakarta. Nu volgen we Koen in de tweede etappe van zijn grote missie. Het vestigen van een monopolie op de handel in de meest kostbare specerijen van zijn tijd. Die eigenlijk op maar één plek in de hele wereld groeiden, namelijk hier. Banda, de Banda-eilanden. Dat is nog eens vanaf Jakarta gerekend zo'n 2500 kilometer. Zeg maar van Amsterdam naar Moskou en dan nog een paar honderd kilometer. Het zegt iets over de afstanden hier in de oost.
serieus. Prima, merci. Rondom over het eiland. Ja, dat is prachtig, hè? Je moet je voorstellen dat hier 800 man in deze twee forten gelegerd waren. En op al die kleine andere eilandjes liggen ook forten. Koen kwam hier in 1621 met hoeveel schepen? Met tegen de 20 schepen kwam hier aan, een vloot van 2000 man. En waar lag dat? Die lagen hier zo. Op de reden van Banda, zoals het stuk hiervoor genoemd wordt. Dus dat was een flink schouwspel. Ja, dat moet ontzettend geweest. Dat waren die grote drie masters. Dat waren ze niet gewend, dit soort vloten. Nou ja, dat waren ze wel, want in 1609 waren de Nederlanders voor het eerst hier met een grote vloot. En dat had toen ook al tot de nodige gevechten geleid. En in 1609, begrijp ik heb hier wat ooggetuig verslagen, Koen was daar ook al bij. Ja, Koen was als onderkoopman aan de boord van de vloot van admiraal Verhoef. En wat kwam Verhoef doen? Nou, Verhoef die kwam eigenlijk in opdracht van de heren 17 hier op Nera een fort te aanleggen. En de Bandanezen die hielden hem zo lang mogelijk aan een lijntje. En toen vroegen ze aan hem, komt u dan over onderhandelen? En dan neemt u alstublieft niet te veel man mee. En dat heeft hij gedaan? Dat heeft hij gedaan, ja. En dan, dit is een verslag van een Duitse VOC-man. Die dan schrijft, die Mooren, ze worden Mooren genoemd, de Bandanezen, hebben de admiraal, hadden den admiraal, und, nou nog iemand anders, die Häupter abgeschlagen und dieselben mit sich genomen. Dus wat hebben ze meegenomen? Die man of de hoofden? Ze hebben de hoofden meegenomen en toen ze me niks meer hoorden uit het bos, zijn zijn volgelingen erachteraan gegaan. En die zagen dus 30 onthoofde lijken liggen. En waarom de hoofden meenemen? Nou, het waren hier nog een beetje koppensnellers. Dus het was de gewoonte om van een vijand het hoofd mee te nemen. Oh, dat betekent dus niet zoveel goed weer voor de Nederlanders beurt. Nee, en de Nederlanders die hadden de schrik in de benen. Die zijn een maand lang op hun vloot gebleven. Maar uiteindelijk hebben ze toch de opdracht van de heren 17 uitgevoerd. En die hebben toen dat fort hier beneden aangelegd, Fort Nassau. Waar je hier de muur nog van ziet? Ja, waar je daar beneden de muur nog van ziet. Als Koen 12 jaar na de moord op Verhoef terugkomt op Banda, slaat hij genadeloos terug. De opdracht van de heren 17 is ook letterlijk de eilanden te ontvolken. De bewoners van Banda Lontor, het grootste eiland met de meeste nootmuskaatplantages, worden eerst de bergen ingejaagd en daarna gedeporteerd naar Batavia. Zo'n 2% blijft achter. Hun leiders worden na een schijnproces ter dood veroordeeld. Het vonnis wordt voltrokken op de binnenplaats van Fort Nassau. Dus hier zijn die Orankaya samengedreven? Ja. De lokale leiders? Ja, ja, ja. 44, die zijn tijdens het verhoor zijn er al vier gestorven. En 40 bleven er over dus. En de 8 die het meest schuldig bevonden waren, daar werden 6 samurai op losgelaten die en door midden hakte en het hoofd afhakte. Samurai, dat zijn de Japanners. Ja. Dat waren huurlingen in dienst van de VOC. Met zo'n krankzinnig zwaard, wat je daarbij voorstelt. Ja, en om het nog naarder te maken, was ook een geslagregen die het begeleidde. Dus die mensen werden letterlijk afgeslacht? Ja. Nou, dat moet een afzichtelijk schouwspel geweest zijn. Ten overstaan van elkaar. Ja, en natuurlijk ten opzichte van degene die ze veroordeeld hadden. Ik heb nog wat citaten over hoe er in Nederland naar gekeken wordt. Dat wil ik even voorhouden. Ja. Wroeging of gewetensbezwaren tegen de hele actie. Ja. Een anonymus der conquiste die erbij geweest is. Die schrijft, dit volbracht zijnde, nou, wat er hier, die slagpartij. Dit volbracht zijnde, zijn met verbaasdheid ieder vertrokken naar zijn kwartier, geen behagen hebbende in zulke koophandel. Ja. Ze hadden er toch geen behagen in? Nee.
En dat klinkt als een eufemisme. Ja. Toch wroeging? Een beetje wel, denk ik. Zeker voor de mensen die erbij geweest waren. En eigenlijk ook wroeging zie je dat in de reactie van de heren 17... die natuurlijk Koen benoemd hadden en hem de opdracht hadden gegeven om dit te doen. Zeggen, het had wel met wat minder geweld gemogen van ons, maar we zijn wel erg blij met de verovering. Dus iedereen houdt de oogkleppen op? Nou, of het oogkleppen zijn, weet ik niet. De heren 17 wisten natuurlijk precies wie ze benoemd hadden, hè? En zijn ideeën en zijn manier van werken waren wel bekend. Wij waren een land wat ontstaan was door oorlog. We hadden een vennootschap opgericht met een uitermate agressieve doelstelling. En om die te bereiken waren dit soort maatregelen nodig. En nam men die maatregelen ook. He? Men ging ervoor om te vechten. Dus het soort geweld dat hier werd uitgeoefend, geweld op grote schaal, is een onderdeel van onze Gouden Eeuw. Ja, in ieder geval hier in Azië. En ja, als wij dus over VOC-mentaliteit praten, is dat ook het doel heiligt de middelen. Toeval of niet, ook bij ons stort een tropische regenbui neer. Het brengt de slagpartij dichterbij. Demonische samurai-krijgers, rollende koppen, plassen regen, vermengd met bloed. Marie, I will it out? Ya, saya tunjukkan nama-nama orang kaya yang dibantai oleh Jan Peterson Koen. Ini nama-nama orang kaya. It's almost 400 years ago now. How strongly do people live? How vividly do they live with this history? Ya, memang kalau kita berpikir ada rasa benci terhadap Jan Peterson Koen. Tapi bukan orang Belanda ya, kepada Jan Peterson Koen. Karena mereka melakukan pembantaian terhadap orang-orang tua kami pada waktu itu. Kami menganggap, kalau orang Belanda menganggap beliau itu pahlawan yang mendatangkan banyak emas, membangun Rotterdam dan Amsterdam dengan uang dari Belanda. Kami menganggap beliau itu penjahat dan bahkan kita menganggap Jan Peterson Koen teroris. Ya. Ya. Lijkt het nog een beetje? Ja, op zich wel natuurlijk. Hè. Je ziet daar in de verte zie je datzelfde Fort Belgica nog. Dat is waar wij op hebben gestaan. Daar nog. Maar verder dat landschap en die berg, dat is natuurlijk eigenlijk nog precies zoals het was. Nou ziet dit er fantastisch aangehaakt uit, maar ze hadden de hele boel ontvolkt. Ja. Hoe hadden ze het nieuw ingericht? Nou ja, dat moet Koen van tevoren een plan voor gehad hebben. Want wat hij eigenlijk deed, hij verkavelde deze eilanden als was het een polder. En die kavels, die gaf hij aan... zogeheten perken noemden ze dat. Die gaf je aan perkeniers. En dat waren trouwe VOC-dienaren. En omdat het ontvolkt was, zorgde hij dat ze voldoende slaven hadden om die perken met al die noodmuskaatbomen te onderhouden. En de voorwaarde was natuurlijk dat ze de oogst geheel aan de VOC leverden. En dan krijg je dit beeld. Ja. Ja. De Beemster. In de oost. In de oost. Dus zo methodisch ging hij te werk. Mr. Van den Broeke? Ja? Selamat pagi.
Good to meet you. Yeah, Sam. Yeah. So, yeah. You are a perkenier. Yeah. Bapak perkenir ya, Pak? Perkenir, ya. Saya perkenir di sini, ya. Penerus, perkenir-penerus dari nenek moyang. Ya. Saya adalah generasi yang ke-13 dari Peter van den Broeke. Sekarang saya penerus yang tadinya perkebunan ini sangat luas. Sekarang cuma tinggal 12,5 hektar saja. Di pulau ada 3. Wilvaren, Waldevreden, Westcliff. Terus di Banda Besar, Klinwaling sama Grootwaling. Jadi semuanya 5. So that is the nutmeg. Yeah. Ayo. Ah, mari tolong juga. PT Pala ini dulu. Iya. Ditusuk bagian pinggir ya. Oh. That is beautiful. Yeah. So the nutmeg is down here and this is fully. This is the fully. Fully, yeah. You call it fully? Yeah. That's an Indonesian word, fuli. Yeah. Indonesian fuli. Fuli, there's bunga pala. Jadi, nanti ini, ya, yeah. Dijemur di matahari, itu sekitar 4 jam, ya. Sedangkan bijinya ada masuk ke pengasaran, ya. Kita pakai pengasapan, ya, sekitar 3 minggu, baru dia kering. What is the worth of nutmeg nowadays? Ini harga pala itu memang sekarang ada penurunan karena di Eropa ada krisis ya. Jadi pengaruhnya di pala kan ini komoditi ekspor ya. Jadi karena di sana ada terbentur krisis, jadi ada penurunan sekitar 40% lah turunnya dari harga normal ya. Ponky van den Broeke is nog de enige zelfstandige perkenier op Banda. Bij hem thuis hangt een portret van zijn voorvader Pieter, geschilderd door Frans Hals. Nou ja, een reproductie. Ook een erfenis van de VOC. Terug in Amsterdam, op de beurs van Berlage. Een plek om je af te vragen wat dat bloedvergieten in de Oost, de boekhoudkundige precisie waarmee Koen de opdrachten van de heren 17 uitvoerde, wat het opleverde voor het vaderland. Oh, nou, het is de klim wel waard. Zo, dat is mooi, zeg. Wauw. Bij het Centraal Station, dat waren de havens. Dus daar kwamen de VOC-schepen binnen. En dan hier zo, want hier lag natuurlijk ook water. Konden ze tot aan de dam, die zie je daar. En had je daar de vismarkt. En ja, al die kooplieden die op de dam elkaar ook tegenkwamen. En op een gegeven moment daar de nieuwe beurs gebouwd hebben. Om handel te drijven natuurlijk. Die VOC-schepen die kwamen hier in grote getalen binnen. Hoe was de winst? Dat viel vies tegen. Dus ze verdienden eigenlijk de eerste 10 jaar helemaal niets. Er moest zoveel geïnvesteerd worden in schepen, in forten, noem alles maar op. De bewindhebbers van de compagnie hadden al het geld hard nodig. Dus die hebben zo lang mogelijk geprobeerd om zo weinig mogelijk aan de aandeelhouders terug te geven. Jij hebt hier een voorbeeld van een heel vroeg aandeel. Ja, dus dit komt uit Enkhuizen. En het was zo bij de VOC dat als je dan je intekening in 1606 voltooid had, hè, 1602 moest je beginnen met betalen, 1606 was je voltooid, dan kreeg je een kwitantie. Nou, dat noemen we altijd nu het oudste aandeel. En
Het mooie hiervan is, er werd precies opgetekend op de achterkant 1612. Zoveel dividend betaald. Dat is het eerste dividend. Dus 10 jaar wachten. Na 10 jaar. 10 jaar wachten. En dan 1615 en 1618. En dat was het dividend wat nog eigenlijk uit 1611 stamde. Dus ze moesten toen ook in de eerste dividenden, want de VOC die had helemaal geen geld. Dus die winstuitkeringen werden beloofd, maar dan nog niet uitgekeerd. En dan probeerden ze het eerst uit te keren in specerijen. Maar ja, die aandeelhouders dachten ook van, ja, als je nou iedereen specerijen geeft, zijn die ook niks meer waard. Dus doe ook maar niet. Enorme kasproblemen. En je ziet dus bij deze Enkhuizer aandeelhouder, als je dat in een grafiekje zet, dan zie je dus dat het een hele bescheiden winst is, over per jaar gemiddeld genomen. En dan zit er opeens een breuk in 1633. Toen hadden ze in Azië de zaakjes gewoon op orde. Toen was het een bedrijf wat reguliere specerijen terugvoerde. Toen was al dat vasthouden van die winst niet meer nodig. En toen gingen de winsten die uitgekeerd werden dus omhoog. En deze aandeelhouder, die er dus uiteindelijk 48 jaar in heeft gezeten, die had na 48 jaar echt heel veel geld verdiend. Maar daar had hij dus wel bijna 30 jaar op moeten wachten voordat meer was dan een hele bescheiden winstdeling. De kost gaat voor de baat uit. Hoewel, dat was ook in de tijd van Coen niet altijd waar. Juist toen kwam speculeren op. Het huidige naked short selling, speculeren op de daling van koersen, populair in de wereldcrisis van de laatste jaren, werd al een paar jaar na de oprichting van de VOC bedacht in Amsterdam. Afijn, hebzucht is van alle tijden. Maar wat was nou het wezen van de VOC? Nog eenmaal langs bij Menno Witteveen, die in het dagelijkse leven een investeringsmaatschappij heeft. Dit is een beetje de moderne VOC. Modern Batavia, maar dan toch weer heel anders. En weet je wat ik een van de meest fascinerende dingen vind? Is dat zie je dat vliegtuig wat daar opstijgt, zie je vertrekken. Ik stel me altijd voor, er zitten evenveel mensen aan boord als ze aan boord van zo'n VOC-schip zaten. En die gaan dan die reis ook voor hun een beetje naar het ongewisse, naar dat verre Indonesië of China of Japan maken. En dus hier zie je de kwantumsprong die het kapitalisme heeft gemaakt. Ja, zo kan je dat wel zeggen. Maar de VOC zelf was ook al zo'n kwantumsprong. Ja, dat is natuurlijk een enorme sprong geweest. Want voor het eerst konden mensen niet in een persoon, maar echt in een onderneming beleggen voor lange termijn. En in feite heeft dat de basis gegeven aan de ordening van de wereldhandel en de wereldmanier van ondernemen zoals we die nog steeds kennen. Dat is eigenlijk het idee van een NV. Het idee van een NV. Een directeur is niet meer persoonlijk aansprakelijk. Ja, wel natuurlijk zodra hij de wet overtreedt. Maar de VOC schreef ongeveer zijn eigen wet, dus die kon moeilijk overtreden worden. Maar het merkwaardige is, doordat dat scherm er zit tussen jouw privé en het zakelijke ondernemen, je mensen dingen ziet doen die ze eigenlijk als privépersoon nooit hadden gedaan. En dat is natuurlijk ook met Coen op Banda. Coen, deze brave zoon van een handelaar, hè, die had natuurlijk nooit dat gedaan zonder de kracht en macht van zo'n grote vennootschap achter zich. Dus het rekt op. Dus dan zeg je eigenlijk dat met de VOC er een bedrijfsvorm is gevonden die de basis legt voor ons hele moderne kapitalisme sindsdien. En die bedrijfsvorm die heeft een bijna vanzelfsprekende neiging om net over de grenzen te gaan. Ja, vaak wel. Vaak wel. Dus de schandalen, de bedrijfsschandalen van de laatste jaren zijn voor een belangrijk deel misschien toch een verre erfenis van een manier van opereren die begon bij de Nederlandse VOC. Ja, helemaal. Mooie erfenis. Ja. Ja. In Jakarta zijn de VOC en Jan Pieterszoon Coen ver weg. Hier heerst de toekomst. Met ultramoderne kantoren, hotels, winkelcentra. Het koloniale verleden wordt vooral bekeken met een knipoog. Een potpourri van vrolijke kostuums in een fietsparade.
poëzie en het was echt goed hoe het land in de 17e eeuw op de schop ging. Volgende week, water wordt land, land wordt stad. De opzienbarende transformatie van Holland in de Gouden Eeuw. God schiet de wereld, maar de Hollanders die hebben Holland zelf gemaakt. En echt voor de tijdgenoten moet dat geweldig geweest zijn, gigantisch. Maar er is nog meer Gouden Eeuw. Hoi, ik ben Dorine Goudsmit en aanstaande zondag in Welkom in de Gouden Eeuw zijn mijn gasten. Zeg het zelf maar. Ik ben prins Frederik Hendrik van Oranje. En ik ben Amalia van Solms. Kijk dus, zondag 17:15 op Zep.